In 1992, toen dit prachtige schilderij kon worden aangekocht, was ik minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De Vereniging Rembrandt, waar ik zelf ook lid van ben, is een organisatie die musea en soms andere openbare instellingen in staat stelt om zulke prachtige schilderijen als deze Johannes Uitenbogaert aan te schaffen. Henk van Os, toen directeur van het Rijksmuseum, belde mij op en zei: nou, er is zo'n mooie Rembrandt te koop. Een koopje. Hij zei: laat mij die Rembrandt komen laten zien in de lunchpauze van de vrijdagse ministerraad. Dan gaat iedereen om. Nou, Henk kwam. Iedereen ging wel om. Maar het eind van het liedje was toch dat de minister van Financiën zei: nou, Hedy, ik ga wel akkoord, maar zie maar waar je het geld vandaan haalt. En toen hebben twee ambtenaren van mijn ministerie, twee geldgenieën, een boekhoudkundige list bedacht, waardoor inderdaad die 15 miljoen gulden tevoorschijn kwam, waar toen de ambtenaren van Financiën meteen mee akkoord gingen. Ik vind het een ongelooflijk prachtig portret. En wat ik het allerleukste vind van zo'n aankoop is dat een schilderij uit het privébezit in het openbare bezit komt. Hier in de Philipsvleugel van ons eigen Rijksmuseum. Zodat iedereen die zin heeft ervan kan komen genieten.